De KMS combineert een universitaire opleiding met een militaire, een karakteriële en een sportieve vorming. Voor sommigen lijkt het misschien een grote uitdaging om zowel op sportief als op academisch vlak goed te presteren. Maar je moet daar eigenlijk absoluut geen schrik voor hebben. Want wij worden heel goed begeleid door de professoren en ook door de physical training instructors die ons dagelijks lesgeven, sportles. En ze kunnen zelfs, mocht dat nodig zijn, een aangepast trainingsschema verschaffen, zodat je op je eigen tempo kunt groeien in je fysieke vaardigheden en uiteindelijk kunt slagen voor de sportieve testen. Wij hebben ongeveer 5 uur sport per week. Is dat veel? Nee. Is dat zwaar? Ook niet. Maar de KMS heeft wel een heel goede sportinfrastructuur. Van deze sportinfrastructuur, dus bijvoorbeeld een fitnesszaal, een zwembad, een klimzaal, squashzalen enzovoort, kan je altijd gebruik maken tijdens je vrije uren. Zowel een zwembad als een fitnesszaal, een squashzaal, een tatami, alles is aanwezig om je volledig te laten gaan in die sporten. Ook het park rondom naast de KMS en ook de verschillende parken in het centrum van Brussel bieden een uitstekende plek om te gaan lopen en u op sportief vlak te amuseren. En op woensdag hebben we 2 uur samen, dus gecombineerd, waar we eigenlijk samen gaan lopen met heel de school, met alle promoties. En dit is goed, dit is fijn, het versterkt de cohesie en ook, het is heel plezant. De mensen die gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden, die kunnen hun specialisatie gaan uitoefenen. Bijvoorbeeld klimmers, bijvoorbeeld de loopgroep. En als je nog extra wilt sporten buiten deze 5 uren, kan je nog sporten na 9 uur in je vrije tijd. Dan kan je de sporten beoefenen die je niet zo goed kunt. Bijvoorbeeld je kan jezelf trainen, extra kracht, je kan gaan fitnessen, wat je maar wilt. Dit is goed om jezelf beter voor te bereiden op de krachttesten die elk jaar plaatsvinden.